ik zag dit en ik dacht, dit is geweldig, zo'n mooie, zo'n prachtige, hier dat mooie kussenstel dat zo naar elkaar gebogen staat en zij met haar geluidsmachientje, deze meisje met haar boek en haar prachtig en haast een soort renaissance schilderij, zo mooi, de ogen van mijn dochter Sophie heeft ze. Het was zo'n ontzettend mooi ding. Ik maakte maar over één ding zorgen, als het maar scherp is. Je hebt dat eigenlijk maar één of twee keer bedacht dat je denkt, dit is ontzettend mooi. Dit is echt, hier nu valt alles op zijn plek. Het is op zijn plek vallen. Hè? Het is een soort wonderlijke balans tussen voorgrond en achtergrond. En de verschillende elementen, mensen die erin staan. Dat is toch, ja, dat geheel is het verhaal wat je wil vertellen. En je voelt dat nu valt het op zijn plek. En dat deed je het. En verdomme nog scherp op. Zo'n sterk beeld. Zo'n mooie vertaling van de depressie die boven zo voelbaar was. En dat was een grijzelijke tijd op dat moment in New York. Het was het eind van de Bush-tijd. En de economische crisis die sloeg wild om zich heen. Dit is een opname die heb ik, zoals eigenlijk de meeste opnames, vanuit het perron gemaakt, vlak voor de deuren dicht ging. Dit is deze keurige Wall Street. Deze keurige Wall Street heren. Hier zie je trouwens ook heel mooi mijn techniek. Want ik maak eigenlijk een paar foto's vlak achter elkaar. Je kijkt hiernaar bij 1, 2, 3, 4, 5 fotootjes. Die ik echt dit klik, 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 klik heel snel achter elkaar maak. En dat kan je zien, want die op elke foto is één persoon scherp. Mijn scherptediepte is maar 10 centimeter. Dus op die moment dat ik hem fotografeer, zijn deze mensen onscherp. Op het moment dat ik hem fotografeer, zijn zij onscherp. Maar omdat ik dus 1, 2, 3, 4, 5 fotootjes maak, die ik over elkaar heen leg op mijn computerscherm, en de onscherpe gezichten wegpoets, dan komen de scherpe gezichten tevoorschijn. En hier kun je het heel mooi zien. Want bij hem zie je nog, op het moment dat hij scherp is, zie je dat er hier een onscherpe boord van een overhemd is. En zo zijn er allerlei, hier zie je het ook weer, allerlei hele kleine plekjes waardoor je ziet dat op die naden het net niet helemaal scherp is. Ik maak de meeste opnames als ik op het perron sta en dan vlak voordat de deuren sluiten. Dat is het moment. En iedereen accepteert dat dan, maar soms zie je dat iemand zo zegt van wat is dit? Een soort, en dat is heel mooi. Dan bedank ik ze en dan zeg ik thank you. En omdat, je kunt dat nooit horen, het duurt ontzettend de teringherrie. Maar omdat dat zo'n heel duidelijk te zien is en ik ook een heel klein buiginkje maakt, wordt altijd die dank aanvaard. Ik ben wel, ik weet dat die hele straatfoto bij mij erg door William Klein, toch wel als, dat was toch wel mijn grote, al heel lang, of mijn grote geweest. Dus die straatfotografie, dat trekt mij wel aan. En dit is, de Subway is geen straat, maar het is toch ook een publieke ruimte wat daar wel tussen valt. En er zijn een paar andere fotografen, Walker Evans en Bruce Davidson, die hebben ook Walker Evans in de jaren 40 en Bruce Davidson in de jaren 80. Die hebben echt ongelooflijk mooie series gemaakt in de Subway. Komt een boek uit bij Hartje Kans. Omslag wordt later, dit wordt de omslag, die heb ik hier nog wel bij me. Dus dit is de tijdelijke omslag. Ik zal even wat laten zien, dit is tekst. Frits Gillesberg is een essay aan het schrijven. Ik ben geïnteresseerd in die prachtige klonten mensen die ik zie. Echt die mooie, die variatie, dat is die melting pot, die chaos in die stad, die
die spanning die er heerst rondom die crisis. En dat is iets wat je zo kunt vastleggen.